Even voor de onduidelijkheid. Ja, ik upload vandaag 4 video's. Waarom? Ik kreeg een bericht van iemand die zei: hey, zit je upload nooit video's? Nooit. Die zei dat ik nooit video's uploaden. Ik ga tonen dat ik wel video's kan uploaden. 4 video's. De eerste video is al online gekomen. Dus heb je die nog niet gezien? Zet de video op pauze. Ga die eerst gaan kijken. Dan een paar minuten later kan je waarschijnlijk al naar de derde video kijken. En dan gewoon om 10 uur naar de vierde video. Wow. Ik weet niet waarom ik dit doe. Ik ga doodgaan. Ja, oké. Okay. Nog even iets anders voor de onduidelijkheid. In de vorige video had ik chocoladevla. Stront in een kommetje aan het gieten ben. What the fuck? Holy shit. Het is wel fucking lekker. Campina chocoladevla. Ik heb vanille vla. En ik ga dit ook reviewen, want mensen vonden het kenbaar leuk dat ik vla ging reviewen. Dus we gaan nog even vla reviewen voor we beginnen aan deze leuke video. Deze vla ruikt naar vanille, wat ook weer heel normaal is. Deze keer heb ik geen kommetje, dus we doen weer een YOLO actie. Let's go. Holy shit! Deze vla is fucking lekker. Dit is fucking lekker. Doe zeker een duimpje omhoog bij 2000 likes. Zou fucking awesome zijn. Ik ben Acid en ik zou zeggen, let's go! Deze ochtend... Oh, mijn lamp. Ja. Deze ochtend zat ik zoals elke dag bijna gewoon op de trein. Want ik ging naar VRT. Naar de nieuwsomroep van België. Openbare omroep. En ik zat op die trein. En what the fuck? Nog nooit heb ik zoveel pubers gezien op één trein. Alle pubers daar zaten daar. Omdat ze naar het festival Pukkelpop gingen gaan. Ik zeg het je, de trein zat zo overvol dat ik niet kon bewegen. Ik zat daar in een hoekje op één stoel tegen het raam. Geplet omdat er een meisje naast mij zat met een gigantische rugzak en een tent of zo. En ze zat daar. En ik kon niet bewegen, zij kon niet bewegen en de rest van de trein kon ook niet bewegen. Dat was fucked up, want ik moest uitstappen in Brussel-Zuid. En ik wist bij mezelf, zij gaan blijven zitten tot in Kiewit. En dat is na Brussel-Zuid, dus ik ben sowieso de lul. Ik ben 10 minuten op voorhand begonnen met me te proberen te verplaatsen. Maar dat was moeilijk, want niemand kon een beetje opschuiven. Dus ik moest over mensen gaan klimmen. Omdat ik dat zo snel mogelijk wou doen, dacht ik, fuck it Len, ik ga mijn rugzak erover gooien en ik ga ook een beetje meespringen. Want mensen gaan wel uit de kant gaan. Dus wat doe ik? Beeld het je in. Ik gooi mijn rugzak naar voor en ik spring daar eigenlijk achter door me af te zetten op 2 leuningen van stoelen. En ik spring eigenlijk gewoon door die fucking trein. En jammer genoeg belandde ik op een rugzak. Die ik niet had zien liggen, maar die lag op de grond. En ik kwam daarop en ik dacht, fuck, dit voelt niet als chocoladevla. En ook niet als vanillevla. Dus ik stond daar op die rugzak. Ik meteen van die rugzak gestapt. Mijn rugzak opgenomen. En gewoon proberen verder te duwen door die trein naar de deur. Want anders ga ik nooit kunnen uitstappen. Uiteindelijk zijn er gewoon heel veel mensen ook naar buiten moeten gaan. Vooraleer dat ik en een oude vrouw ook naar buiten konden gaan. Want we moesten echt afstappen. Het moment voordat ik afstapte, kwam er een jongen naar mij. Een jongen, een grote jongen, 18 jaar of zo. Die nam mij hier vast. En die zei, zie je hier op mijn rugzak gesprongen? Ik was echt verschoten. Ik dacht echt van, holy shit. En ik zei, ja sorry, je kan dat niet zien liggen. En hij had me echt vast. Hij had me hier echt vast. En ik dacht, fuck it. Dit is het einde van mijn leven. Hier stopt het. En hij laat me los. Hij doet zo. En hij zegt, oh het is niet erg, er zat niks speciaal in. Ik kreeg een hartaanval. Ik dacht dat ik dood was. Ik dacht dat daar een glazen kettingzaag in zat ofzo. En dat ik die kettingzaag had kapot gemaakt. What the fuck? Hij zei, het is niet erg hè. Maar hij had me wel zo vast. Die doet wel gewoon een grapje maken. Ik had daar al heel mijn broek onder gekakt. Zegt hij dat het een grapje is. Oh my fucking god. Al zijn vrienden lagen helemaal in het deuk op dat moment. Ik niet. Ik schaamde me ten eerste voor dood. Ten tweede, heel mijn broek zat onder de poep. Dat is niet waar, maar oké. Okay. En ten derde, ik moest lopen, want ik moest mijn trein halen naar Vijlvoorde. What the fuck? Als ik een pak vlaat in die trein, wojo, alles zou beter zijn. Deze vla is zo lekker. Dus dat is er gebeurd op mijn treinrit. Helemaal normaal. Die kinderen dachten waarschijnlijk, ah, we zijn funny. Ik had echt spetterpoep in mijn broek. Niet normaal. Oké, ik ben Acid en ik zal zeggen bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Doe dan zeker even een duimpje omhoog. Wil jij nog 2 of 3 andere video's van mij zien? Like dan de video en ga naar mijn andere video's gaan kijken. De eerste video ja, is dus online gekomen om 7:30. Deze om 8:30. De volgende om 9:30. En de laatste rond 10 uur. Vind jij dit nu awesome? Like dit toe. Smash dan zeker het likeje. Ik ben Acid en ik zeg tot de volgende keer. Tot straks. Ja, doei.